In tegenstelling tot kleinere edities van de banenbus, die voorheen gehouden zijn op bijvoorbeeld Fort Altena, was er op donderdag 21 september in Fort Geertruides in Geertruidenberg een banenbus XL. Nou, dit is een banenbus die wordt georganiseerd door het werkgever Service Werklink. En dat doen ze voor een achttal organisaties. Dat zijn 6 gemeenten. Dat zijn alle Dongemond gemeenten. Zeg maar van Oosterhout tot aan de brug bij Gorinchem, die gemeenten, het UWV en Go voor Mensenwerk. Dus eigenlijk is het een banenbus die georganiseerd wordt door die partijen voor alle werkzoekenden in de Dongemond gemeenten. Het is belangrijk om zo'n banenbus te organiseren om 1 de werkzoekenden de gelegenheid te geven om een andere manier van solliciteren. Dus in contact te komen met bedrijven. Eigenlijk kun je hier 1-op-1 de bedrijven spreken. Wat normaal gesproken natuurlijk veel lastiger is, want dan moet je eerst uitgenodigd worden door het bedrijf. Hier heb je de mogelijkheid om jezelf op de kaart te zetten. En dat op de kaart zetten sprak veel mensen aan. Het was een druk bezochte dag. Maar wat zijn dan de verwachtingen van de werkgevers? Nou, uit de regio hier en de regio Dongemond, zijn de regio van het land van Eusden en Altena, zijn alle werkzoekenden uitgenodigd. Mensen te bijstand, mensen uit de WW. Dus ja, ik hoop dat wij heel veel potentiële werknemers gaan spreken die graag aan de slag willen en bij een van onze klanten passen. Dit is de eerste keer dat ik dit doe en ik denk ook dat de firma Schouten dit doet. Maar ja, als je nooit iets probeert, dan gebeurt er ook niks. En ik heb niet per se verwachtingen. Ik hoop dat ik een aantal mensen kan enthousiasmeren om toch eens wat verder te kijken dan hun neus lang is. En misschien wat mensen te enthousiasmeren om naar Nutrilab of bij Nutrilab te solliciteren.